Op de Grote Markt in Haarlem is veel moois te zien. Allereerst op nummer 18 de voormalige vleeshal. Het gebouw uit 1602 is een goed voorbeeld van de renaissance architectuur van de stadsbouwmeester Lieven de Keij. Het gebouw is rijk versierd met natuurstenen ornamenten, zoals deze ossenkop en schapenkop. Nu is het gebouw een expositieruimte. Op nummer 2 staat het stadhuis uit 1370. De vleugel met de 5 schoorstenen werd in 1630 door Lieven de Keij toegevoegd. De toren van het stadhuis is een verhaal apart. Die werd tussen 1465 en 1468 gebouwd en in 1772, wegens algehele bouwvalligheid, weer afgebroken. Blijkbaar werd het ontbreken van de toren de lange lessen toch als een gemis ervaren, want pas in 1913 is hij, aan de hand van oude afbeeldingen, weer herbouwd. De Gravenzaal is de duurste trouwlocatie die de gemeente Haarlem in de aanbieding heeft. Tijdens ons bezoek zat voor de ingang van de trouwzaal een wino. Toen even later een bruidspaar arriveerde, duurde het vrij lang voordat deze figuur in de gaten had dat hij niet zo goed paste in het romantische plaatje. Een gruwelijk detail. In november 2002 heeft een man zich in het openbaar verhangen op het balkon. Verder op de Grote Markt staat Grand Café Brinkman in Haarlem en verder buiten een beroemd adres voor een hapje en een drankje. Op Grote Markt nummer 17 staat de Hoofdwacht uit 1245. Het is een van de oudste stenen monumenten in Haarlem en fungeerde tot 1350 als stadhuis van de stad. Vanaf 1350 is de Hoofdwacht onderdak geweest voor verschillende belangrijke Haarlemse families, drukkerijen, winkels en bierkelders. In 1755 kocht de gemeente het oude raadhuis als wachtgebouw voor de schutterij en de naam Hoofdwacht was geboren. Het standbeeld van Laurens Jansson Koster houdt sinds 1856 het reilen en zeilen van de Grote Markt goed in de gaten. Loutje is, volgens de Haarlemmers, de uitvinder van de boekdrukkunst. Wetenschappers hebben dat inmiddels weerlegd, maar dat feit zal in Haarlem nooit doordringen. De Grote Markt wordt visueel beheerst door de Sint-Bavo. De Sint-Bavo is een laat-gotische kerk uit de periode 1370-1520 met een fraaie kruisingtoren. In eerste instantie was het een katholieke kerk. Tijdens de reformatie was het een protestants bedehuis, maar is sindsdien weer katholiek geworden toen Haarlem in 1853 weer een bisdom werd. De kerk wordt omringd door lage gebouwtjes. Aan de noordzijde ligt, uit de zon, de voormalige vishal. Nu zitten er vooral expositieruimtes en kleine winkeltjes in.